Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Toco Talks. Vandaag Eugenie van Wiegen. Eugenie, dankjewel dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja, jij zei net al eventjes toen we aan het praten waren dat je hier 2 jaar geleden even was geweest met je dochter. Maar hoe verschilt het ten opzichte van vroeger toen jij lid was? Nou, als ik zo om me heen kijk, eigenlijk nauwelijks. Het is schoner en het stinkt niet zo erg. Ja. Maar dat is gewoon omdat jullie een jaar hier niet hebben mogen komen. Ja. Maar verder is het behoorlijk hetzelfde. Het is ietsje chiquer, zou ik bijna willen zeggen. Met van die tappunten in de muur, dat hadden we niet. Maar verder is het eigenlijk. En de haard aan heb ik ook nog nooit gezien. Nee, dat is wel een uniek momentje. Ja, dat is vrij uniek. Ja. Maar verder is het eigenlijk precies hetzelfde. Want in 1988 ben jij lid geworden. Ja. Waarom eigenlijk? Wat was een beweegreden voor het inschrijven? Nou, mijn ouders raden me dat aan. Ik ging scheikunde studeren en ik kende helemaal niemand in Amsterdam. En ze zeiden van, nou, dat is wel een goede manier om snel mensen te leren kennen en vrienden te maken. En eerst verzette ik me daar nog een beetje tegen, want ik vond dat allemaal heel erg kakkerig. Maar ik ben heel blij dat ik geluisterd heb en dat ik lid ben geworden. En als je nu erop terugkijkt eigenlijk, wat heb je er dan aan overgehouden? Ik heb mijn beste vriendinnen hier leren kennen. Zeg maar mijn echt allerbeste vriendin, dat is een jaargenootje, woont ook in Haarlem. Ik woon in Haarlem. Mm-hmm. En we zien elkaar nou een paar keer per week. Dus het is waar wat ze zeggen, de vriendschap die het op de toko opbouwt. Ja, het is, je moet ook geluk hebben, hè? Maar het moet natuurlijk klikken en je wordt bij elkaar gedonderd. En ja, nee, je moet maar een beetje afwachten of dat is met mensen die je leuk vindt. Maar in mijn geval is dat absoluut zo. En ook mijn hechte vriendinnengroep is ook allemaal jaargenoten. Dus we zien elkaar bijna wel 1 keer per maand. Dat is nog best veel, vind ik. Ja. 1 keer per maand. Ja. Leuk. En als je dan nu naar je dochter kijkt of van haar verhalen hoort. Ik kan me voorstellen dat het wel duurder is geworden dan vroeger. Het is ook wel door de studiedruk die wij nu misschien iets meer voelen dan dat er vroeger was. Ja. Wel gewoon wat heftiger, wat intenser misschien, omdat het dus korter is. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat het precies is. Het lijkt maar goed van een afstandje. Mm-hmm. Nou, 1, het is volgens mij nog steeds hartstikke leuk. Dat hoor ik heel duidelijk. Ja, zeker. Ik denk ook dat het wat intensiever is inderdaad, precies wat jij zegt. Mm-hmm. Wij hadden die studiedruk niet zo. Wij hadden 6 jaar studiefinanciering voor een studie van 4 jaar. Dus weet je, dat gaf best ruimte. We maakten geen studieschulden. Dat scheelde heel erg. We hoefden geen BSA te halen, dus dat maakt echt verschil. Groentijd was veel langer, ook daardoor, waardoor die minder intensief was. Ik bedoel, ik hoor nu los van mijn dochter, ook van kinderen van vrienden, dat best heftig is, die dispuutsontgroening. Nou, als ik terugdenk aan mijn tijd, ik vond dat best wel leuk. Zeker achteraf, heel eerlijk gezegd. Ja, ik weet niet, we begonnen denk ik in augustus en we waren in november of zo klaar. Tot de eerste sneeuwval. Ja, nou die valt. Nee. Dan kan je lang wachten hier. Maar ja, het was eigenlijk heel leuk. En ik kon ook gewoon naar colleges nog. Want je was minder geïsoleerd. Dus ik denk dat dat uitmaakt. Nou, we hadden een studiebeurs. Die kreeg je gewoon. Dus dat maakte dat je, als je een baantje ernaast zocht, je prima kon permitteren. Als je ouders niet konden betalen om en lid te zijn en te studeren en op kamers in Amsterdam te wonen. Mm-hmm. Nou, dat samen gaat bijna niet meer financieel als jouw ouders niks bij kunnen dragen. En dat maakt het denk ik wel ietsje smaller. En dat vind ik wel jammer. Weet je, ietsje elitairder lijkt het. Mm-hmm. En dan hoor ik af en toe verhalen over dat disputen wel of niet prominent zijn. Denk ik echt, mijn god joh, wat zonde. Ja. Dat vind ik echt heel jammer. Ja. Beetje onzin. Ja. Ja. En als jij dan nu terugkijkt op jouw tijd, wat is dan een verhaal wat je heel erg bij is gebleven? Of iets wat je vaker aan je dochters hebt verteld? Ja, nou ik, als ik daarover nadenk, dan is dat eigenlijk toch voor een belangrijk stuk is die groentijd. Ja. Klinkt misschien een beetje gek, maar wij deden echt wel hele leuke dingen. Wij gingen forten bouwen op het strand en dan met verschillende disputen elkaars fort veroveren. Ja. Of vlotten bouwen en dan een vlotte race door de gracht. Of heel veel feesten. De grachten in Amsterdam? Ja, ja. Wow. Ja, toen mocht dat nog. Ja. En hartstikke goor eigenlijk, maar wel heel leuk. Ja. En op weekenden met allemaal opdrachten. Dus dat varieerde van zorg dat je in de krant komt tot zorg dat je in de bak komt. En al die dingen. De gevangenis. De bak. Gevangenis, ja. Ja. En dat dus, is gelukt? Iemand. Ja, maar niet heel crimineel. Maar daar kan ik natuurlijk verder niks over zeggen. Maar daar hebben we allemaal foto's van. Dus we zitten in de gevangenis en we staan in de krant. En we moesten allerlei dingen overal jatten. Of even meenemen. Ja. En tijdelijk gebruiken.
tijdelijk even lenen. Ja. En dat maakte het wel heel erg leuk. En het maakte ook dat we elkaar heel goed leerden kennen. We hadden best een groot jaar. Dus dat, ja, dat, het was gewoon echt, ik vond het echt zeker achteraf leuk. Niet alles was leuk. Nee. Maar de meeste het merendeel wel. Ja. Leuk. Ja. En je zei het net al even, je studeerde scheikunde. Waarom scheikunde? Ja, daar had ik niet heel goed over nagedacht, eerlijk gezegd. Ik wilde kankeronderzoeker worden. Mm-hmm. En ik wilde naar Amsterdam. En Amsterdam wilde ik naartoe omdat hier de Escape was. Nou, het klinkt wel heel intelligent, je hoort het al. Ja. Daar ben ik volgens nooit meer geweest trouwens. Maar goed, dat Amsterdam. En hier was medische biologie heette dat, was een bovenbouwstudie. Dus ik had een propeduizen nodig. Scheikunde, medicijn of biologie. Dus toen heb ik scheikunde gekozen, want dan hoefde ik niet te loten. En dat vond ik leuker dan biologie. Ja. En zo eigenlijk. En toen na een jaar, nou ja, ik had niet na een jaar mijn propeduizen, maar ietsje langer, ging ik eens praten bij medische biologie. En toen dacht ik, oh, vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik weet niet of dit en is ik vond die scheikunde eigenlijk wel leuk. Dus ik ben in de scheikunde blijven hangen. Ja, ja, want nu algemeen directeur van het FD. Je zou niet per se denken dat de algemeen directeur scheikunde heeft gestudeerd. Nee, zeker niet. Nee. Hoe ben je daar terecht gekomen eigenlijk? Nou, ik ben na mijn studie, toen ik ging nadenken over wat voor een baan wil ik eigenlijk, ben ik in eerste instantie een beetje bij de voor de hand liggende bedrijven gaan praten. Dus bij Shell en Axo en DSM, echt die chemische industrie. Mm-hmm. Ik kwam erachter dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Nee. Toen ben ik gaan praten met wat ander soort bedrijven en ik kwam erachter dat ik de bedrijfskundige kant veel leuker vond. Terwijl ik überhaupt nooit economie had gehad op de middelbare school. En toen kwam ik in contact met McKinsey. En dat is een management consultant. Mm-hmm. En, een grote club. Groot, ja. En daar ging ik praten en ja, dat het klikte. Dus ik vond, je had daar interviewrondes en dan moest je allemaal cases doen. Mm-hmm. Een soort raadseltjes oplossen, vond ik heel erg leuk. En ik vond die mensen heel leuk. En op die manier ben ik dus, nou ja, zo ben ik bij McKinsey terechtgekomen. En daar heb ik 8 jaar gezeten, waarvan de laatste 4 jaar ik heel veel voor mediabedrijven heb gewerkt. Dus televisie, internetbedrijven, uitgeverijen. En op die manier is eigenlijk een soort de liefde voor de media geboren. Ja, dus de interesse was daar een beetje opgewekt. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het best een grote stap is geweest daarna. Maar dat je door het werk daar wel meer affiniteit ervoor hebt gekregen. En ik wilde eigenlijk vragen, want er zijn natuurlijk veel mensen, vrouwen nu bij ons in de vereniging die aan de vooravond van hun carrière staan. Ja. Het was toen best wel een mannenwereld, toch? Zeker. Hoe was dat? Nou, het is grappig. Mijn studie had dat ook. Ja. Er was denk ik 10-15% meisjes of zoiets. En bij McKinsey was het ook zoiets. Ja, ik heb dat nooit erg of gek gevonden. Ik bedoel, ik ben daarna bij Sanoma gaan werken, een grote uitgeverij. Daar was weer het merendeel vrouwen. En ik vind dat eigenlijk allebei prima. Ik speelde vroeger ook altijd wel een beetje stoere boomklimmerij dingetjes. Ja. En niet heel meisjesachtig. Maar ik heb er eigenlijk, ja, ik vind allebei leuk. Ik vind het leuk om met mannen te werken. Ik vind het leuk om met vrouwen te werken. Ik vind het leuk om gemengde teams te werken. Ik vind het allemaal prima. Dus ik heb er eigenlijk nooit zo'n last van gehad. Nee. Dat is goed om te horen. Ik denk ook dat het niet heel veel uitmaakt in die zin. Maar je hoort het nu, er wordt natuurlijk veel over gepraat. Ja. Hoe is dat nu bij het FD? Qua man-vrouw? Ja. Nou, ik denk dat wij wel bijna 50-50 zijn. En ook als je op de leidinggevende laag kijkt, zijn we denk ik ook, nou ja, ik weet het niet precies, minimaal 30% vrouw zou ik zeggen. Misschien wel 40. Ja, want waarschijnlijk hoor je het mij al denken, maar het quota. Ja, nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee. Nee, ik ben niet voor een kwotum. Kijk, het is altijd een beetje een ingewikkeld onderwerp, maar ik vind het heel belangrijk dat teams divers zijn. Mm. Maar dan bedoel ik niet per se man-vrouw, maar ik bedoel gewoon dat ik denk dat het voor een bedrijf belangrijk is dat er verschillende meningen gehoord worden. En dat betekent ook dat mensen allemaal hun mening durven geven. En het is natuurlijk super makkelijk, als wij het met elkaar eens zijn, is het heel makkelijk om allebei je mening te geven. Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Maar op het moment dat je het niet met elkaar eens bent, is dat veel moeilijker. Want mm-hmm. Stel je bent in een team van 7, 6 vinden A en 7, nummer 7 vindt B. Die moet zich veilig genoeg voelen om gehoord te worden. En in die zin vind ik diversiteit wel belangrijk. Dus dat er verschillende meningen zijn en al die meningen gehoord worden. Mm-hmm. En dat
kun je vertalen als man-vrouw, maar kan het ook vertalen als Nederlands geboren, niet-Nederlands geboren of oud-jong. Of studierichting, nou ja, hè? Studierichting, scheikunde, geschiedenis, ik zeg maar wat. Dus op veel, ik denk dat het veel breder is. En een vrouwenquotum, ik werk ook in Noorwegen. Mm-hmm. Ben ik commissaris bij een groot Noors mediabedrijf. Daar is een quotum. Mm-hmm. En wat je ziet gebeuren. Ik denk dat het goed is dat er wat aandacht op is, maar je ziet ook soms gebeuren bij bedrijven daar dat ze dan wat ze noemen de pink corridor. Dus dan maken ze functies die typisch door vrouwen worden ingevuld, zeg maar even HR, hè, personeelszaken of communicatie, die maken ze boordniveau, zodat ze hun quotum halen. Ja, volgens mij slaat dat dus helemaal nergens op. Nee. Maar ik hoor al, diversiteit is belangrijk voor jou. Een beetje een ankerpunt, misschien in jouw manier van leiding geven. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ik weet niet of het diversiteit is of openheid. Ja, ik denk meer dat laatste. En dus ruimte voor alle standpunten. Ja. In 2018 heb jij de titel Topvrouw van het Jaar gekregen. Ja. Hoe is die eigenlijk bij jou terechtgekomen? Hoe heb je die kunnen bemachtigen eigenlijk? Ja, daar word je voor genomineerd. Mm-hmm. Hoe, weet ik niet precies. En op dat moment moet je bedenken, wil ik dat of niet? Hè? Wil ik die nominatie aanvaarden en doe ik mee in de selecties? Want je hebt daar wel over nagedacht om mee te doen. Ja, omdat ik, het is eigenlijk grappig, want het heeft een beetje te maken met het vorige punt. Ik vind het, ik hou er niet van om te zeggen, hier ben ik. Ik ben hartstikke goed en kies mij. Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Mm-hmm. En dat is ook misschien juist wel het waarom ik zo'n soort selectieproces helemaal niet prettig vind. Omdat ik denk dat het grote verschil tussen mannen en vrouwen, en ik weet dat ik kort door de bocht ga, maar dat is, mannen hebben er minder moeite mee om hun vinger op te steken dan vrouwen, denk ik, over het algemeen. Ja. Dus ik denk dat zo'n soort proces ook veel minder goed past bij vrouwen. En dus dat was waarom ik dacht, nee, doe ik niet. En tegelijkertijd was ik bij ons op kantoor, bij FT Media Groep, bezig met een traject over leiderschap en openheid en je kwetsbaar opstellen. En toen kreeg ik van verschillende vrouwelijke collega's kreeg ik mailtjes. Dat stond er totaal los van. Mm-hmm. En daar stond eigenlijk soort van in van, wat fijn dat je het zo doet en je bent een voorbeeld voor me. En toen dacht ik, hey, misschien vind ik het wel ongemakkelijk, maar als ik dat mee kan nemen in het verhaal, dan wil ik het wel doen. En misschien moet ik dan maar een keertje je vinger opsteken. Mijn vinger opsteken en uit de coulissen stappen. Dus het was vrij ongemakkelijk, vond ik het, maar ik heb het wel gedaan en daar heb ik helemaal geen spijt van gehad. En het leuke ervan was, ik bedoel, dit verhaal heb ik ook uiteindelijk aan de jury die dat besliste, heb ik dat verteld. En nou ja, in dat hele proces. En als je dan op die manier gekozen wordt, ja, dan past het bij me. En dan vind ik het dus wel heel erg leuk en een grote eer. Ja, dus omdat het meer iets losmaakte bij anderen, dacht jij van misschien moet ik dan maar die voorbeeldrol aannemen. Ja, en misschien hoef je dus niet. Ik had altijd een beetje de indruk dat je enorm op een berg moest staan roepen hoe je wil dat het gaat. En heel erg de barricades op en bijna een beetje activistisch, ja. Dat ben ik helemaal niet. Nee. Maar als het dus op mijn manier kan, ja, en dat kan een voorbeeld zijn, dan vind ik het wel heel erg leuk. Ja, want hoe ziet eigenlijk een dag van jou eruit als algemeen directeur? Wat is de day-to-day planning eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Ja. Als ik neem, ik wilde een NFD meenemen, maar dat is helaas niet gelukt. Maar zeg maar, als ik dat hier op mijn schoot zou hebben, hoeveel daarvan komt op jouw bureau langs of in jouw mailbox, zeg maar? Van die krant? Ja. Oh, heel weinig. Heel weinig. Ja. Nee, ik zie hem wel, maar net als wanneer elke abonnee hem ziet, hè? Als hij al bij de drukker is geweest. Nee, wat ik eigenlijk doe, want we hebben inderdaad het FD, dat kennen de meeste mensen wel, de krant. Maar we hebben bijvoorbeeld ook BNR Nieuwsradio, dus een radiostation. We hebben een groot databedrijf en dan nog een paar kleine niche publicaties. En ik hou me eigenlijk bezig met, hoe zorgen wij er nou voor dat we toekomstbestendig zijn en blijven, of worden misschien wel? He, dus we weten natuurlijk allemaal dat de digitalisering vanaf verzin maar een industrie, en zeker nu met corona is alles digitaal. Ja. Maar die gaat natuurlijk vrij hard en dat zet best wel wat druk op je verdienmodel.
omdat ik uiteindelijk aan een papieren krant meer verdien dan aan een digitale krant. Ja. Dus hoe, en dat weten we allemaal dat dat gebeurt, en hoe zorg je er dan voor dat je toch genoeg geld blijft verdienen om die producten te maken? Dus echt een strategie erachter. Ja, het is echt een strategie in de hele digitale transitie. Want ik zag in een interview van jou een paar jaar geleden dat je zei van ik ben trots dat wij een van de weinige kranten zijn die groeien in deze afnemende markt. Ja. Hoe is dat nu? Is corona echt van invloed daarop? Of, ja en nee. Nou, als je kijkt in die hele strategie, dus het is aan de ene kant dus de verschuiving van analoog papier naar digitaal. Maar aan de andere kant hebben we nog een andere beweging ingezet, ook al een jaar of 7 geleden. Waarbij we zeggen, we willen wat minder afhankelijk worden van advertentieinkomsten. Dus de advertentiepagina's in de krant of de spotjes op de radio. We hebben liever gebruikersinkomsten, dus een abonnee of iemand die een datalicentie koopt. Omdat die toekomstbestendiger zijn. En dat is eigenlijk best wel goed gelukt. Dus toen corona dit jaar kwam, was eigenlijk een beetje een test of het werkte. Ja. En we hebben eigenlijk het allerbeste jaar ooit achter de rug. Oh. Ja, en dat is wel verschillend per onderdeel. Ja. Dus bijvoorbeeld alle onderdelen die puur en alleen afhankelijk zijn van de advertentiemarkt, die zijn heel erg ingezakt. Ja. Hè? Dus de advertentie-euro's gingen gewoon, de hand ging op de knip en klaar. Maar bijvoorbeeld het FD, we waren al heel mooi aan het groeien en die groei is eigenlijk verder versneld. Oh, wow. Mensen hebben gewoon heel veel behoefte aan nieuws, niet alleen over corona, maar in ons geval, welke impact heeft corona op de economie en op de ondernemer en nou ja, noem maar op. Was er een bepaald moment in jouw carrière dat je echt voor een tweesplitsing stond? En dat je dacht van, ik ga nu door met werken en promotie maken of ik heb daar geen zin in? En ik kies ervoor om wat meer thuis te zijn. Bijvoorbeeld, ja. Nou, ik heb wel geluk gehad. Ik heb bij McKinsey was ik op een gegeven moment ik werd projectleider en ik was voor het eerst in lange tijd weer de eerste vrouw op een leidinggevende positie met kinderen. Ik had toen 2 kinderen, denk ik. En om die reden, ze wilden heel graag dat slaagde. Dus ik kreeg projecten dicht bij huis, zodat ik niet door de week in een hotel hoefde te zitten ergens. Dus ik werd wel geaccommodeerd, zeg maar. Dat hielp heel, heel erg. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik... Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om te weten wat je wil. En dus ook wat je niet wil. Hè? Dus die horen voor mij heel erg bij elkaar. Ja. En die tweede is moeilijker. Maar toen werkte ik bij Sanoma. En toen werden uitgevers benoemd. Dat wilde ik heel graag worden. Maar dat was een hele gewilde baan. Dus dat was best lastig. Mm-hmm. En toen zat ik te praten met de hoogste baas daarover. En die zei, nou, ik wil je eigenlijk wel benoemen. Dus ik was helemaal blij. Ja. Zei die, maar het is 5 dagen. En toen zei ik, nou, dan wil ik het niet. Ik wil 4 dagen werken. En dat voelde ik ook, dat wilde ik ook echt niet. Dus, nou, dus dat zei ik. En toen zei hij, nou, dat is dan heel jammer, want dit is een baan voor 5 dagen. Ja. Nou, oké. Toen ben ik weggegaan. En vervolgens, een week later, kreeg ik een benoemingsbrief dat ik voor 4 dagen was benoemd als uitgever. Oh. Waardoor de andere vrouwelijke uitgevers zelfs een beetje jaloers waren. Van, dat wil ik ook. Dat kan helemaal niet, dat wil ik ook. Maar ik wilde het echt. En ik wilde echt niet 5 dagen van huis zijn, maar maximaal 4. Dus toen heb ik eigenlijk wel geleerd dat als je heel duidelijk weet wat je wil en wat je dus niet wil, namelijk geen 5 dagen, en het ook durft te zeggen, want dat is best wel eng, kan dat af en toe zijn. Zeker. Nou ja, ja. En zeker als er zoveel van afhangt, hè, is best spannend. Maar ik wilde ook echt geen 5 dagen werken. En ik had ook zoiets van, ja, als dat echt alleen maar op die manier kan, is het niet mijn baan. Niet voor nu in ieder geval. Ja. Dus ja, is dat een keuze? Uiteindelijk is het goed uitgepakt. Maar ik heb er toen heel duidelijk voor gekozen om maximaal 4 dagen weg te zijn van huis. En niet 5. Nee, ja. Klinkt inderdaad alsof dat misschien een beetje geluk, maar ergens een levensles is van, hou je aan je eigen koers en dan komt het op een manier wel weer goed. Ik denk het wel, want ik denk als je uiteindelijk iets gaat doen waar je je niet prettig bij voelt, ik denk dat je dan ook nooit het beste uit jezelf gaat halen. Ik geloof dat je echt, nou ja, klinkt ook weer super soft natuurlijk, maar ik geloof wel heel erg dat je moet doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. En als je het leuk vindt, word je er ook goed in. En als je ergens goed in bent, vind je het leuk. Weet je, dan kom je gewoon in zo'n omhooggaande spiraal
En zijn er nog doelen eigenlijk die je jezelf hebt gesteld of dingen die je graag, een bepaalde ambitie die je graag zou willen halen nog in de toekomst waar je nu... Nee. Nee, maar dat heb ik dus nooit gehad. Ik ben, ja, ik zal niet helemaal zeggen helemaal toevallig. Ik bedoel, ik heb, nou ja, al gaande heb ik het pad ontdekt, zeg maar. Omdat ik uiteindelijk doe wat ik leuk vind, zeg maar. Dat ik volg gewoon mijn gevoel, mijn hart. En ik hoop dat ik dat gewoon nog heel lang kan blijven doen. Dus ik vind nu mijn huidige werk vind ik onwijs leuk. Ja. En heb ik dan een doel? Wil ik ergens nog komen? Nee, nee, doelen liggen meer op persoonlijk vlak dan op het zakelijke vlak. En wat is dan de grootste cultuurverandering in die zin geweest sinds jij bent begonnen bij het FD? Ja, toen ik begon was er best wel veel wantrouwen. Mm-hmm. Ik stapte er wat dat betreft vrij naïef in. Ik had dat eigenlijk helemaal niet zo in de gaten, maar daar kwam ik natuurlijk wel snel achter. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik hou niet van politiek. Ik hou er niet van als jij mij wat vertelt dat ik moet nadenken. Oh, wat is eigenlijk ter doel? Wat bedoelt ze eigenlijk? En ik zeg ook altijd, ben ik helemaal niet slim genoeg voor. Dat kan ik niet. Ik wil het niet. Dus dat wantrouwen, dat vond ik echt iets echt wat eruit verschrikkelijk. Moest. Ja. En toen zijn we al een jaar 6, 7 geleden zijn we begonnen met een leiderschapstraject. Ik kan het ook cultuurtraject, maar dat klinkt, dat vinden mensen toch niet zo aantrekkelijk. Hè? Dus jouw woorden. Leiderschapstraject. Om te kijken, kunnen we gewoon eens wat meer van vertrouwen uitgaan? En wat ik daarin heel erg gemerkt heb, ik bedoel, 1, dat heb je niet in een dagje voor elkaar. Dat is een kwestie van blijven doen en vooral van het goede voorbeeld geven. Als ik iets niet weet, zeg ik het gewoon. En is dat erg? Is dat zwak? Nee, dat vind ik helemaal niet zwak. Ik heb liever als iemand tegen mij zegt, ik denk dat we dit moeten doen, maar ik twijfel een beetje, want zussen me zo. Dan kunnen we een gesprek hebben, dan kan ik helpen of we gaan nog iets uitzoeken. Dan dat iemand op de bluff roept, ah ja, ik weet het allemaal wel, laat maar gewoon doen. Ja, ik heb liever dat eerste en dat kan alleen maar als je dat zelf ook doet. Ja, en mensen volgen jou dus schijnbaar... Het blijkt te werken, want... Ja. Vind ik ongemakkelijk om te zeggen. Nou. Maar het werkt. Het werkt. En is dat iets wat bestendig is en wat voor altijd zo is? Nee, het is moeilijk. Het is continu doen eigenlijk. Jezelf laten zien. Open zijn. Transparant. Het zeggen als je twijfelt. Ook als je het wel weet of als je ergens heel blij over bent of niet. Gewoon aangeven. Ja, openheid. Oké. Ja. Eugenie, dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Wat doe je dat goed?